Actie. Nee. Gaat het goed op de trap? Ja, heel goed, ja. Mooi. Zit voortreffelijk. Mooi. Oh. Rutger Hauer had mooi werken, omdat er de helden van het jaar in Friesland wennet en graag dus wat in het Friesk dwaaboe. Hij had zelfs het verhaal bedacht en het script skreun. Ik vind het nooit weer de saffelste sessie die ik met Rutger hier in de winkel in Snits. Hij kwam onriden op zijn motor op een mooie simmerdij. En we hebben boeten doorzitten. En ik weet nog best dat ik wie op een gegeven moment onderwijs om een kop koffie te halen. En ik kwam de koffie weer omrinnen. En toen zag ik hem op de stoel zitten, geniezend eigenlijk. Hè? Hij had echt een binnenpretje om het samen te zezen. En hij zei, Dirk, ik weet het, ik weet hoe het moet. Hij zei, ik zou nog één keer als Floris terug willen komen. Want Floris is toch iets wat ik nog steeds heel erg dicht bij mij draag. Ik zit al 500 jaar op het hinder. Zal alles sleepvollen. In het Friesk dus, heem hem Dirk nog bij Stiepje Mutten? Ja, er zit dat bij de uitspraak natuurlijk. Dat hebben we wel een paar keer, hebben we dat oordingen. Maar ik moet zeggen, het klinkt toch weer fantastisch. Maar hoe is mijn Rutger net weer in te zitten, denk ik. Het lezen we hier. Noffelijk, hè? Zo'n grote ster uit Hollywood, wat betel je daar nou eens voor? Ja, dat is een hele goede vraag. Rutger Hauer hoe het voor het geld natuurlijk net het waan. Het zit hem puur in het feit dat hij hier iets met uw Friese familie bedroog. En daar had hij dit ook verdwaan wonen. En ik kan je wel vertellen dat hij sleept wel heel goed op dit moment. Dat kan ik je wel vertellen. Hij heeft een bed gekregen? Hij sleept heel goed op dit moment. Dat gaan we doen.